mobili. Goedenavond en welkom bij deze nieuwe aflevering van Opinie. Ik ben Abigail Kem, van harte welkom. Alle kinderen en jongeren zijn wel eens lastig. Vaak luisteren ze slecht en worden ze ook nog boos. Maar dat is heel normaal, het hoort bij het kind zijn. Maar soms zijn de problemen zo groot en duren ze zo lang dat het kind in problemen kan brengen. Hij of zij wordt vaak uit de klas gestuurd of zelf geschorst. Ook lukt het ze niet om makkelijk vriendschappen te sluiten. Daarnaast kunnen ouders het gevoel hebben dat ze het allemaal niet aankunnen en in het ergste geval komen de jongeren in aanraking met de politie. Maar hoe worden deze jongeren verder begeleid als ze eenmaal in aanraking zijn gekomen met de politie? Vandaag, in deze aflevering van Opinie, hebben we twee ter zake deskundigen die ons alles of veel zullen vertellen over het begeleidingsproces van jeugdige delinquenten. Onze gasten voor vanavond zijn Marcia van Halen, hoofdjustitiële kinderbescherming JKB. Van Halen is afgestudeerd als maatschappelijk medewerker van de Academie voor Hoger Kunst en Cultuuronderwijs, AHKCO. Op het Surinaamse Instituut voor de Opleiding van Leraren heeft zij de studie pedagogiek succesvol afgerond. Na haar carrière te zijn begonnen op het Algemeen Bureau voor Statistiek, ABS, nam zij vanwege haar achtergrond het initiatief te solliciteren bij het ministerie van Justpol en wel de afdeling Justitiële Kinderbescherming. Op deze afdeling is zij begonnen als maatschappelijk werker. Van 2005 tot 2009 is Van Halen de coördinator geweest van het jeugdopvoedgesticht JOG. In 2009 is zij aangesteld als waarnemend hoofd van JKB en nam in januari 2016 officieel het roer over in de functie van hoofd justitiële kinderbescherming. Kijkers, Marcia van Halen. Saskia Volkerts, coördinator jeugdopvoedgesticht JOG. Volkerts is haar loopbaan gestart op het secretariaat van de Nationale Assemblée. Vanuit haar studie op de Academie voor Hoger Kunst en Cultuuronderwijs, AHKCO, heeft zij stage gelopen op de afdeling Justitiële Kinderbescherming. Om de opgedane kennis en kunde tijdens haar studie in praktijk te brengen, heeft zij overplaatsing genomen naar het ministerie van Justpol en wel de afdeling Justitiële Kinderbescherming. Zij is toen te werk gesteld in het jeugdopvoedgesticht JOG. Thans is zij de coördinator van dit gesticht en de sectie voorlichting van JKB. Kijkers, Saskia Volkerts. Welkom mevrouw Van Halen en mevrouw Volkerts, zijn de deskundige van justitiële kinderbescherming. Jawel. Klopt dat? Jawel. Oké, van harte welkom. U bent werkzaam bij justitiële kinderbescherming. Waarmee houdt deze afdeling zich bezig? De afdeling justitiële kinderbescherming is een afdeling dat resorteert onder het directoraat forensische zorg van het ministerie van Justitie en Politie. Wij van de afdeling justitiële kinderbescherming houden ons bezig met jongeren die zijn ingesloten in het jeugddoorgaanscentrum Opa Dooley en het jeugdopvoedingsgesticht Santa Boma. Het jeugddoorgaanscentrum Opa Dooley, daar worden ze opgevangen als ze zijn arrestanten. Ze zijn dan in voorarrest met betrekking tot hun vonnis. Maar wanneer ze eenmaal zijn gevonnis, dan worden ze overgeplaatst naar het jeugdopvoedingsgesticht. En dat is gevestigd op het terrein van de centrale penitentiaire inrichting te Santa Boma.
Okay. Onze doelgroep is dan de leeftijd klasse 12 tot 18 jaar. Oké. Okay. U zei net dat voor het gemak kunnen we zeggen JKB, Justitiële Kinderbescherming. Ja. JKB een onderafdeling is van het directoraat Forensische Zorg. Zijn er welke andere afdelingen maken deel uit van Forensische Zorg? De andere afdelingen die hieronder vallen zijn de afdeling Forensische Maatschappelijke Zorg. Ja. Die begeleiden de volwassenen. Oké. Okay. En dan heb je de afdeling Forensische Psychologie. En daar is één psycholoog in dienst van de overheid. En daar heb je dan Forensische Zorg zelf. Okay. En natuurlijk de afdeling Justitiële Kinderbescherming. Oké, okay, als ik hoor Justitiële Kinderbescherming, moet ik me daarbij indenken dat jullie jongeren of jeugdigen beschermen? Nee, okay. We werken met jeugdigen, dus daders die met de politie aanraking zijn gekomen. Mm-hmm. Jeugdigen die een strafbaar feit gepleegd hebben, dus de jeugdigen tussen 12 en 18 jaar. Oké, okay. U praat over jeugdigen die in arrest, die zijn gearresteerd. Ja, jeugdigen die een strafbaar feit gepleegd hebben en ze zijn in aanraking gekomen met de politie. Ze worden aangehouden, ze worden gebracht naar Opa Dulie, dus doorgaanscentrum. Ja. En de politie gaat dan hun deel doen. En zo komen ze dan, als blijkt dat ze schuldig zijn of dat er nog onderzocht moet worden, komen ze dan, komt JKB in beeld. Oké, okay. Kan de sociale omgeving van zo'n jeugdige invloed hebben op het gedrag van jongeren? Zeker. Mm-hmm. Trouwens, dat is ook gebleken uit onze ervaring met deze jeugdigen. Jeugdigen geven dus tijdens de begeleiding, laat me het anders zeggen, tijdens de begeleiding ervaren wij dat de sociale omgeving een grote rol speelt. Ja. En dat maakt dat deze kinderen dan vervallen in het gedrag. Mm-hmm. Oké. Okay. Hoeveel jeugdigen komen jaarlijks gemiddeld in aanraking met justitie en politie? Gemiddeld komen er om en bij 300 jeugdigen in aanraking met justitie en politie. Dus mag ik zeggen dat dat veel is? Het is wel veel. Elke jeugdige is er één te veel? Elke jeugdige in detentie is één te veel. Ja. Aan het begin heeft u twee instituten genoemd. Het Jeugddoorgaanscentrum Opa Dulie en het Jeugdopvoedingsgesticht. Wat is het verschil tussen die twee? Het verschil is dat wanneer de jeugdigen zijn aangehouden en dan zijn ze in voorarrest, dan hebben ze de status van arrestant. Dan worden ze opgenomen in het Jeugddoorgaanscentrum Opa Dulie. Okay. In het Jeugddoorgaanscentrum Opa Dulie is JKB ook gehuisvestigd. En namelijk de maatschappelijke werkers van een JKB. Er zijn twee daar. Okay. En verder heb je nog ook de school in Opa Dulie. Je hebt dan een RC, de rechtercommissaris. Je hebt de officier van justitie. En je hebt ook daar gehuisvest de rechtszaal. Er is een jeugdofficier en er is een jeugdrechter daaraan verbonden. Okay. En de afdeling jeugdzaken van politie is ook aan de voorgrond. Met natuurlijk een afdeling een maatschappelijke dienst. En natuurlijk gewoon wanneer ouder gaan of iemand gaat om een klacht in te dienen dat betrekking heeft op een jeugd. Wordt dan ook daar afgehandeld via afdeling politie jeugdzaken. Okay. En daar zijn ze, net wat ik al zei, zijn ze in voorarrest. Mm-hmm. En wanneer ze zijn voorgeleid, ze zijn op een gegeven moment bij de rechter terechtgekomen en ze zijn gevonnis, dan worden ze overgeheveld, noemt men. Dus ze worden dan overgeplaatst naar het jeugdopvoedingsgesticht. En dat is in de centrale penitentiaire in richting de Santa Boma. Oké, okay. En bij het jeugdopvoedingsgesticht, wat moeten we ons daarbij indenken? De jongeren zijn daar ingesloten. Hoe verder met ze? In het jeugdopvoedingsgesticht, daar zijn de jongeren. Daar vindt dan dus de begeleiding plaats. De maatschappelijke begeleiding van deze jeugdigen. De jeugdigen, we praten met een mooi woord over het resocialisatieproces. Ze worden geresocialiseerd. Mm-hmm. En wat houdt het resocialisatieproces in? Het resocialisatieproces houdt in dat deze jeugdigen naar school moeten gaan. Ze zijn verplicht. We hebben daar LBO-onderwijs dat de jeugdigen genieten of moeten volgen. Mm-hmm. En daar hebben ze drie modules. Module schilderen, timmeren en metselen. En ongeacht jouw schoolniveau ben je verplicht LBO-onderwijs te volgen.
Je moet zich voorstellen dat het niet raadzaam is of zo zijn om voor elk schoolniveau daar een school op te zetten of een lokaal zo op, op te zetten met bijvoorbeeld een leerkracht. Toch, dat werkt niet, maar ook omdat we verschillende niveaus, schoolniveaus krijgen van de jeugdigen. De jeugdigen worden geresocialiseerd. We hebben daar maatschappelijk werkers en er zijn penitentiaire ambtenaren die daarvoor zorgen voor de beveiliging. De maatschappelijk werkers gaan naar binnen, 3 keer per week, en er worden gesprekken gevoerd. De gesprekken die gevoerd worden zijn op basis van het delict dat het kind gepleegd heeft en er worden leerdoelen samengesteld. Dus elk kind of jeugdige zijn leerdoel zal verschillen afhankelijk van jouw delict dat je gepleegd hebt. Daarnaast zijn we ook dus creatief bezig met de kinderen, bezig met de kinderen. Er worden ook activiteiten ontplooit. Het is niet alleen dat de kinderen daar zijn om voor de begeleiding, om de hele tijd te praten aan hun oor. Ja. Toch? Maar ze worden ook getoetst om te kijken hoe ze omgaan met anderen. Samenwerken wordt ook gestimuleerd. Ook verdraagzaam zijn bij een potje voetbal, om het zo te zeggen. Dus ja, we zijn bezig. We zijn ook bezig. Er worden ook informatieve activiteiten voor die kinderen georganiseerd, voor de jeugdigen. En ook de ouders worden bij betrokken. En ook in samenwerking met de school daar in het jeugdopvoedingsgesticht. Oké, maar laten we zeggen dat een jeugdige in de examenklas zat en door het delict is gearresteerd en gevonnis. Is er een mogelijkheid voor deze jongeren om toch nog bijvoorbeeld aan het staatsexamen of aan een examen mee te doen? Jawel. Die mogelijkheden zijn er ja, wel? Ja, die mogelijkheden zijn er wel. Okay. Die zijn, hebben ook plaatsgevonden. Okay. Het is ook goed gekomen met deze jeugdigen. Mm-hmm. Ik wil ook meegeven dat als bij de zitting de officier of zeg maar de rechter ze weten dat zo'n kind zeg maar in de laatste klas zit, examenklas zit, en het, zijn prestaties goed zijn, dat ze ook die uitzondering maken dat zo'n kind vanuit de inrichting de staatsexamen mag bijwonen of dat mag gaan studeren. Ik wil even aanvullen op wat zij zegt. En met betrekking tot de school wat ze heeft aangehaald. En als zo'n jeugdige bijvoorbeeld in een examenklas zit, het proces start al vanaf opa Duli. Als zo'n kind wordt voorgeleid, wordt dat al reeds doorgegeven, hetzij door de advocaat, omdat de kinderen vanuit staatswegen bij het moment dat ze zijn aangehouden, gelijk wordt er een advocaat aan ze toegevoegd. Mm-hmm. En vaak genoeg geeft de advocaat het zelf door ook aan de officier van justitie, vooral als een kind zesde klas is of examenklas. Mm-hmm. En, en dan wordt dan gelijk de mogelijkheid bekeken dat zo'n kind, afhankelijk natuurlijk van het delict dat zo'n kind ook heeft gepleegd, dat dat kind in de gelegenheid wordt gesteld om buiten de instelling naar school te gaan, gedurende zijn dus een proces, want dan worden ze zelf gebracht door politie jeugdzaken, om toch hun examens of hun toets of wat ze moeten doen af te maken. Worden ze dan afgezonderd? Want ik stel me daarbij voor dat de hele school dan een beetje naar je kijkt. Kijk, wanneer het gaat om zesde klasses, maken ze het vaak gewoon binnen op school. En dan worden ze in een aparte lokaal ruimte daar of zo, want er zijn schoolruimtes daar. Ja. Dan worden ze apart gezet om een toets af te nemen. Mm-hmm. Maar wanneer het gaat bijvoorbeeld om een student van LBO, dan worden ze vanuit opa Duli gebracht naar de school. Maar dan maken ze gewoon een examen in de klas met de andere studenten. Okay. Maar de gelegenheid wordt ze altijd geboden om buiten of zelf binnen hun toets of hun examen af te maken. En dat begint al bij het proces wanneer ze zijn aangehouden, wordt dat gelijk in beeld gebracht. Misschien een beetje technische vraag, maar zijn er vluchtpogingen ooit gedaan? Het zijn jongeren. Ze gaan altijd een of andere manier proberen om iets uit te halen. Ja. Maar hoe het concreet in elkaar zit, daarop kan ik echt niet veel zeggen. Maar het is wel voorgekomen dat ze het hebben geprobeerd, ja. Oké. Ja. Wanneer de jongeren zo in detentie zitten, ze krijgen de gelegenheid om zich te scholen. Mm-hmm. Ze zitten in een bepaald resocialisatieproces. Als ze uit de gevangenis komen, zeg maar,
Kunnen ze normaal functioneren in de samenleving? Ja. Ik zeg ja, omdat we jongeren hebben gehad die het tot nu toe goed doen. Ja. Okay. Anderen zijn in het leger. Maar alles heeft te maken met jezelf. Ja. Wij doen er alles aan om het beste voor jou, van jou te maken, maar het heeft ook te maken met je eigen wil. Als de jeugdigen in vrijheid gesteld worden, zijn ze nog een jaar in de nazorg. Okay. En onze nazorg houdt in dat we dat kind volgen. Mm-hmm. Dat kind komt dus op de afdeling justitiële kinderbescherming. We zijn gevestigd aan de Tibetistraat, als ik dat mag meegeven. Ja, dat ze kregen dus daar een briefje mee voor de inspectie. Mm-hmm. En dan worden ze geplaatst op de school, op een school in hun buurt. Mm-hmm. Toch? En de inspectie geeft dus aan op welke school zo'n kind terechtkomt. En dan mogen ze de school bezoeken. De maatschappelijk werker houdt dus contact met de school. En ook de ouders, vaak genoeg wie de school wel naar zo'n kind heeft gezeten in het gevangen. Ja. Maar let wel, confidentialiteit is een vereiste. Ja. Het mag niet zo zijn dat de leerkrachten of docenten, ja, in dit geval leerkrachten, weten dat dat kind daar heeft gezeten. Ik bedoel in het opaduli of zeg maar het GOG. Ja. Dat ze dus gaan discrimineren of zo'n kind gepest wordt. Ja. En we doen ook huisbezoek. Mm-hmm. En dat kind wordt ook opgeroepen om de afdeling te bezoeken. Zijn er jongeren die in verval raken? Ja, we hebben nu momenteel zijn er jongeren in het jeugdopvoedingsgesticht, maar ook in Opaduli, die in verval zijn geraakt. Mm-hmm. Maar dat komen we weer op het gebied van die sociale omgeving. Ja. Toch? Dat er naartoe geleid heeft dat dit kind wederom vervalt in oude gedrag. Maar let u wel, ik blijf erbij vanuit onze ervaring als maatschappelijk werkers, dat alles te maken heeft met dat kind zelf. Ja. Wat wil je? Mm-hmm. Waar ben je naartoe met je leven? Mm-hmm. En wat is het beste voor jou? Klopt. Maar jongeren hebben ook te maken met peer pressure. Ook. Ja. En dat wordt ook aan dat wordt ook aan meegenomen. Ja? Wat ik eerder had aangehaald is dat ik aangaf dat jeugdigen worden begeleid afhankelijk van het delict dat ze gepleegd hebben, worden er leerdoelen gevormd, samengesteld. Ja. En aan de hand daarvan, dan ben je als deskundige, weet je precies welke leerdoelen je meeneemt bij dat in een delict. Mm-hmm. En we zien ook dat de jongeren hun vriendenkring heel veel invloed heeft op hun gedrag. Ja, ja. U praat over jeugdige delinquenten. Ik vraag me af, gaat uw afdeling ook wel om voorlichting te geven aan scholen, zodat ze niet als delinquenten de informatie hoeven te krijgen? De afdeling justitiële kinderbescherming heeft ook een sectie voorlichting. Okay. En wij zorgen dus ervoor dat we de jeugdigen benaderen voor informatie. Mm-hmm. We kunnen jammer genoeg niet alles vertellen over het deel van de politie, dus Opaduli. Ja. Maar we geven wel aan dat mocht het mis zijn gegaan, ja, dat ze in het gevang belanden. En dat is dat het wat ze te wachten staat, het traject. Ja, het traject. Toch dat ze zouden moeten doorlopen. Mm-hmm. En we geven ook aan van vaak genoeg onderschatten jeugden het wanneer je het ze vertelt en de reacties die we krijgen. Ja. En dan zeggen ze ook van een van hun uitspraken is, ach nap chintori meneer, doordraap. Ja. Maar dan geven we ook aan dat het een kunst is om daar buiten te blijven. Ja. Toch? En ja, het is altijd de uitdaging. Altijd. Mm-hmm. Maar ze doen wel hun best. Je hebt studenten, of wanneer we de scholen bezoeken, dat ze dus bewust worden van wat ze wel of niet mogen. We maken ook mee dat studenten helemaal niet weten welke strafbare feiten in aanraking kan komen met de politie. Oké. Wat moet er volgens u nog gedaan worden om jongeren buiten detentie te houden? Ik kijk alvast naar de samenwerking van de verschillende ministeries. Mm-hmm. Want het ministerie van Justitie en Politie is één die jeugdigen als core heeft. Maar dan heb je ook dan het ministerie van Onderwijs, het ministerie van Sport en Jeugdzaken, het ministerie van Arbeid, het ministerie van Volksgezondheid, het ministerie van Sociale Zaken. Ja. Op zich zouden, naar mijn mening, alle ministeries
vaker met elkaar in overleg moeten treden. Mm-hmm. Om samen te kijken naar één plan ten behoeve van alle jeugdigen. Want als we bijvoorbeeld kijken naar de afdeling justitiële kinderbescherming, opereren we landelijk. Landelijk in de zin van, wij zijn hier, maar je hebt kinderen uit verschillende districten. Mm-hmm. En daar zou eventueel, daar kijk ik nog erbij, misschien het ministerie van RO in beeld kunnen komen. Mm-hmm. Om zo die jongeren op een makkelijke manier te kunnen bereiken. Zodat de boodschap ook aan ze wordt overgebracht. Mm-hmm. En als alle ministeries bij elkaar komen en ook hun deel daadwerkelijk doen en uitvoeren en er regelmatig contact is, dan kunnen we bepaalde dingen ook uitsluiten. Want als we kijken naar de doelgroep die we steeds binnenkrijgen, daar heb je zoiets van, dan is er een bijvoorbeeld kinderen die naar school moeten gaan, waar bepaalde gaan, als ze zijn aangehouden en bij de rechter komen, want wij zitten ook in de youth sitting. Ja. Ik was vergeten dat door te geven, elke sitting wonen we ook bij. Mm-hmm. Het is op de eerste en de derde woensdag in het jeugd. In een jeugddoorgaanscentrum. En dan hoor je dat kinderen bijvoorbeeld 2 tot 3 jaar de school niet hebben bezocht. En als je luistert naar de leeftijd, zijn ze 16 jaar dat we zeggen. Vanaf hun 13e, vanaf hun 12e hebben ze school niet bezocht. Mm-hmm. En dan als je vanwege de rapportages die we maken naar het Openbaar Ministerie en naar het kanton, dan zien we vaak dat ze de school niet bezoeken vanwege vaak genoeg financieel. Of soms kinderen letten op kinderen tegenwoordig vaak. Maar als er op een of andere manier met de ministeries worden samengewerkt om deze groepen te identificeren, dan kunnen ze tenminste naar school bepaalde niet kunnen misschien een vaktraining volgen. Zodat ze dan gericht iets kunnen doen en men moet veel meer gaan kijken naar de talenten van deze kinderen. Want soms wil je dat kind ook stappen in een bepaald onderwijssysteem. Ja. Maar het is niet voor dat kind bestemd op dat moment. Maar als je kijkt naar de talenten, kan je het altijd ombuigen weer naar je onderwijssysteem. Mm-hmm. Want dan kunnen ze daaruit gaan groeien. Dus ik pleit meer voor de samenwerking van de verschillende ministeries bij elkaar. En dan denk ik dat we veel meer kunnen bereiken met onze jeugd. Als die hechtere samenwerking er is. Mevrouw Volkert, wat aan toe te voegen? Ja, nee, ik ben het eens met mevrouw Van Halen. Mm-hmm. Toch? Ja, er is zo. Kijk, we hebben genoeg. Er zijn ook genoeg NGO's die werken met jeugdigen. Mm-hmm. Ik vraag me vaak genoeg af van, waarom wil iedereen op zijn eigen eiland leven iets doen? Laten we bundelen, naar elkaar toe komen voor een samenwerking en dan bereiken we betere successen. Klopt. We hebben ook een interview gehad met de heer Milton Tuar, die verbonden is aan RUMAS. Daar kunnen we nu samen naar gaan kijken. We zijn ons gaan verdiepen in de jongeren, want dat is sowieso belangrijk. Je moet je verdiepen in jongeren. En dat maakt eigenlijk dat het bij ons lukt. We geven ze liefde, ze krijgen de aandacht. Bij Stichting RUMAS werken we veel meer met mannen in de begeleiding. Zoals u weet werkt Stichting RUMAS alleen met jongeren, jongens. En dat maakt dat het eigenlijk zo'n beetje lukt. Want jongeren, jongens hebben de energie van mannen nodig. En wat is de veel voorkomende reden dat jongeren eigenlijk ontsporen? Oké, wat er vaker gebeurt. Het is eigenlijk al vanaf de geboorte dat jongeren eigenlijk een negatieve zelfbeeld van zichzelf krijgen. Doordat in de opvoeding ouders vaker erop letten wat jongeren niet goed doen. Zoals u weet, wat je aandacht geeft gaat altijd groeien. En als je meer gaat letten op het negatieve dingen die dat kind doet, gaat dat uiteindelijk gaan groeien. Kinderen houden van aandacht, jongeren houden van aandacht. En als je het negatieve aandacht geeft, gaat dat kind uiteindelijk het negatieve doen om aandacht te trekken. Wil je dat het kind gewenst gedrag vertoont, moet je dan gaan richten op het positieve, op het gewenst gedrag, zodat dat beloond kan worden, zodat dat zich meer gaat uiten in het kind. Wanneer je meer gaat focussen op het ongewenst gedrag, gaat dat kind uiteindelijk het negatieve zelfbeeld krijgen. En dat gaat dan door naar school. Dat kind zit thuis, dat kind slaat en je geeft alleen aandacht aan. Je moet niet slaan, je moet niet dat. Leg dat kind uit wat dat kind wel moet doen. Uiteindelijk gaat hetzelfde gedrag door naar school. Dan krijg je weer leerkrachten die dat kind ook lastig vinden. Hetzelfde gaat ook door daar bij de leerkrachten, want de leerkrachten gaan focussen op wat dat kind slecht doet. In plaats van te focussen op wat dat kind goed doet.
En nou, dat kind zo'n negatieve zelfbeeld heeft ontwikkeld, komt dat kind bij ons terecht, jongens. En bij Ruma's gaan wij meer focussen op wat dat kind goed kan. We kijken meer naar talenten, we empoweren ze en we geven ze het gevoel dat ze er wel mogen zijn. En dat is hetgeen dat eigenlijk zo'n beetje bij ons werkt. Wanneer ze bij ons komen, krijgen de jongens brasa. Ze krijgen van mannen te horen dat we van ze houden. Dat willen kinderen horen dat ze er mogen zijn. Ze krijgen brasa's en ik mag u zeggen, binnen een week, twee weken, drie weken zien we al veranderingen binnen de stichting wanneer ze bij ons aan zijn gemeld. En hoe staat het met de ouders? Want kijk, die jongeren worden sowieso opgevoed door hun ouders. Sommigen hebben niet. Maar trainen jullie ook ouders hoe ze hun kinderen beter kunnen opvoeden? Dus dat is het. Wanneer ze bij ons stappen, hebben we dan een voortraject. We sporten een beetje met ze. Uiteindelijk brengen we ze voor een weekje naar Bosbivak. Daar doen we eigenlijk trainingen waar ze eigenlijk om leren gaan met agressie. Ze leren zichzelf kennen. Dat is voor ongeveer 5 dagen. Daarna komen ze in een derde fase. Dat is de fase waarbij ze basic life skills krijgen. En daar krijgen ze sociale vaardigheden. Hoe om te gaan in de maatschappij, op school met de leerkracht, maar ook met zichzelf en anderen om zich heen. Maar de ouders laten we niet met rust. De ouders krijgen natuurlijk ook tools van ons, omdat we dat ook hebben gezien, dat ouders getraind moeten worden. Eigenlijk moeten we veel meer gaan zitten op dat soort dingen om ouders te trainen. Omdat er is gebleken dat heel wat ouders niet opgewassen zijn tegen hun kinderen, doordat ze die tools niet hebben om hun kind op te voeden. Ze focussen daar alleen maar op het gillen, op het schreeuwen. En daar gaat het meestal fout. Want een kind heeft aandacht nodig. Je moet met dat kind praten. Het is een kind. Wij ouderen moeten ervoor zorgen dat we dat kind leren hoe dat kind zich moet gedragen. En als je alleen maar gilt en zegt hoe dat kind het niet moet doen, dan gaat dat in dat kind zitten. In plaats van dat kind te leren wat dat kind wel moet doen. Dus jullie zijn dus dan bezig met de jongeren, of dan de jongens tenminste, totdat ze hun leven zelfstandig kunnen. Dus dat is de bedoeling, dat we ze trainen, zodat ze zelfredzaam kunnen worden, zodat ze volwaardige burgers kunnen worden. En ik mag u zeggen, het lukt ons aardig. We hebben 3 groepen waarmee we werken. We hebben de drop-outs, dat zijn de jongens van 16, 24 jaar. We hebben youth in conflict with the law, dat zijn de jongens die aan zijn gekomen met de politie. En we hebben jongens tussen 12 en 16 jaar, dat zijn de youth at risk. Dat zijn de jongens die op school zitten en probleemgedrag vertonen, die dreigen uit het schoolsysteem te stappen. De jongens van 16, 17, 24 jaar, die kiezen eerder voor een baan of het kan zijn een vakopleiding. Die van 12, 16 jaar, die zitten al op school. Waarvoor wij zorgen is dat we ze gaan richten, zodat ze uiteindelijk geen drop-outs worden. En wat vindt u tot nu toe van de resultaten? Bent u tevreden? Gaat het nog een beetje moeilijk aan? Kunt u ons even inlichten hoe het daarmee staat? Oké, ik mag niet klagen. Het gaat redelijk tot goed. De begeleiding die ze krijgen, we zien dat het werkt. We hebben heel wat succesverhalen. En dat maakt eigenlijk dat we eigenlijk zo'n beetje kunnen meten dat het gaat. We krijgen jaarlijks stagiaires die eigenlijk zo onderzoek doen op de projecten die we gedaan hebben. En ze komen dan terug en ze zien dat die jongeren het heel goed doen in de maatschappij. Dat was het gesprek met Milton Tuwar, die u het ene en ander heeft kunnen vertellen over zijn werk bij Ruma's. Dan gaan we terug naar de dames. U gaf eerder aan dat het jeugdopvoedingsgesticht is gevestigd op het terrein van de penitentiaire inrichting Santebomme. De kijkers zullen zich afvragen als dat wel kindvriendelijk is. Is het wel kindvriendelijk? Nee. Mm-hmm. Alleen het feit dat de jeugdigen in contact komen met de volwassen gedetineerden. Mm-hmm. En we moeten deze jeugdigen beschermen daartegen. Ja. Zoals u weet zijn jeugdigen creatief. Dus ze maken ook daarvan gebruik van hun creatieve geest. Mm-hmm. En hebben ook wel momenten gehad dat ze met de volwassenen in aanraking komen. Maar goed, op dat punt zijn de penitentiaire ambtenaren die dus dat deel zullen afhandelen. Ja. Om het zo te zeggen, ze worden gestraft en er wordt gekeken van wat er allemaal is gebeurd. Mm-hmm.
ideaal zou zijn dat jeugdigen hun eigen terrein zouden moeten hebben waar ze worden ingesloten. Ik denk dat mevrouw Verhalen straks verder hierop kan ingaan, maar we hebben een jeugdcorrectiecentrum dat in aanbouw is. Uh-huh. En de bedoeling is dat als ons jeugdcorrectiecentrum af is, dat jeugdigen daar ondergebracht worden. Maar ik geef het woord aan mevrouw Verhalen om verder daarop in te gaan. Het jeugdcorrectiecentrum is in het jaar 2009 door de eerste steenlegging. Mm-hmm. En dat was onder de toenmalig minister Santokki. Ja. En de bedoeling van het jeugdcorrectiecentrum is dat, net wat mevrouw Valker zei, de jeugdigen dan daar geplaatst zouden worden. En dan noem ik gelijk jeugdigen in de zin van de jongens en de meisjes die een strafbaar feit hebben gepleegd. Okay. Opvangcapaciteit zou zijn van 96, 24 meisjes en de rest is dan voor de jongens. Mm-hmm. Maar binnen dat terrein, en het, als ik gelijk moet aanvullen, het is gevestigd achter politiepost Santa Bomma aan de Welgedag A-weg. Mm-hmm. Er is een heel hoge schutting daar. Mensen schrikken even van de schutting. Mm-hmm. Maar als je zelf kijkt het terrein, dan zijn het echt wel kindvriendelijke gebouwen die daar neer zijn gezet. Omdat het ook anders met jeugd, daarom noemen we het ook niet gevangenis, we noemen het een correctiecentrum. Want je wil corrigerend optreden. Ja. En daar hebben we dan in Torwe de mogelijkheid hebben om een regimedifferentiatie toe te passen. In de zin van je gaat de kinderen dan selecteren naar zwarte van in delicten, waarbij je beter kan inspelen op wat ze nodig hebben, hun talenten, hun onderwijs, maar ook de begeleiding zou je al zodanig kunnen aanpassen. Mevrouw Sharjina Achten is aangenomen om het project TCC weer op te starten, in de zin van dat het eindelijk in gebruik genomen kan worden. Maar waarmee we nu zitten is het financieel gedeelte, omdat er behoorlijk veel geld in gaat stoppen om het als het ware op te leveren. Okay. De kosten zijn gedurende jaren heen met betrekking tot de eerste steenlegging tot nu zijn de kosten behoorlijk gestegen wat materiaal en alles betreft. Ja. En daardoor is er toch een beetje achterstand opgetreden bij het opleveren van dit gebouw. Okay. U sprak net over de ideale situatie dat jeugdigen geselecteerd kunnen worden op basis van delict. Gebeurt dat nu ook of nog niet? Nee, het kan niet omdat binnen het jeugdopvoedingsgesticht heb je als het ware twee vleugels. Mm-hmm. En daar kunnen twee jongens op één kamer. En er is niet echt ruimte om te zeggen, oké, deze is een beetje, heeft bijvoorbeeld meer straf, zet je hem in de ene vleugel. Ja. Soms lukt het wanneer er minder jongens zijn, ja. Maar als ze een volle capaciteit hebben van 42, dan lukt het niet om ze te gaan differentiëren. Dus dan worden ze gewoon geplaatst. Okay. Men houdt wel rekening met bepaalde aspecten, hoor, maar het is heel moeilijk om het te doen. Is er wel een splitsing op basis van geslacht? Ja, ja. In het GOG zijn de jongens allemaal in het GOG ondergebracht, mm-hmm. maar de meisjes zijn op de vrouwenafdeling ondergebracht. Ja. Let wel niet dat ze samen met een volwassen vrouw in één cel zijn. Mm-hmm. Ze hebben hun eigen cel, maar ze zijn wel op één terrein. Terrein. Oké. Als jongeren luisteren naar dit programma, JKB, Opa Doelie, verschillende termen vallen. Mm-hmm. Maar voor ons is nu pakkend Opa Doelie en het jeugdopvoedingsgesticht. Wat moeten de jeugdigen zich voorstellen van de opvang? Is het want ze volgen onderwijs, ze krijgen begeleiding, voorlichting. Is het een lekker leven dat daar geleid wordt, een luxe leven? Hoe zit dat? De jeugdigen vinden het Opa Doelie op doorgangscentrum. Daar vinden ze dat daar luxueus is, mm-hmm. omdat het er beter uitziet. Het is ook mooier dat gebouw, het is ook kindvriendelijker. De kleuren. Toch, de kleuren, ja. Maar in het GOG helaas niet. Dat is waarnaar we toe willen. Mm-hmm. In het GOG, mevrouw Verhalen gaf het aan, het is op het terrein van het CPI, Centraal Penitentiaire Inrichting. Mm-hmm. En dan heb je twee paviljoenen, je hebt dan kamers, cellen, twee jongens op een cel, in een cel, ze hebben een stapelbed, ze gaan wel sporten en het is niet kindvriendelijk.
Toch? Het is niet kleurrijk, om het zo te zeggen. En als ze nou eenmaal daar zijn, hoe ziet een dagprogramma van zulke jongeren eruit? Hun dagprogramma is dat ze elke morgen vroeg opstaan. Mm-hmm. Als ik het goed heb, 5:30 of 6:00. Yeah. En de penitentiaire ambtenaren zijn er. Ze hebben dus natuurlijk ook hun werkzaamheden die ze moeten doen. Okay. Ze moeten harken, ze moeten opruimen, vegen. Mm-hmm. Gangcorvée, je hebt verschillende corvées. Mm-hmm. Gangcorvée, wachtcorvée. Mm-hmm. Ze kennen natuurlijk hun werkzaamheden. Yeah. En de penitentiaire ambtenaren zien erop toe dat dit natuurlijk uitgevoerd wordt. Mm-hmm. Ze gaan dan naar school. Mm-hmm. Nee, dan gaan ze, sorry, ze gaan natuurlijk baden. Yeah. Ik wil niet zeggen douchen. Als je dat woord gebruikt, krijg je een ander beeld. Maar yeah. Goed, ze yeah. gaan baden. Ja, ze hebben natuurlijk een algemene badruimte ook. Mm-hmm. En dan hebben ze hun brood en dan hebben ze elke ochtend, hoe zeg je dat, dat ze gezamenlijk gaan zingen. Kerkdienst, om het yeah. zo te zeggen. Mm-hmm. Als er dienstwisseling is, dan doen de penitentiaire ambtenaren natuurlijk hun deel. En dan gaan de kinderen naar school. De school begint ook om 8:00. Ja. En dan hebben ze ook een vlaggenparade. Mm-hmm. Ze zijn tot 1:00 op school. Ze ja. hebben 2 maal ook pauze. Ze gaan pauzeren, krijgen ze een pauzebrood. Mm-hmm. En dan zitten ze tot 12:45 op school. Mm-hmm. En dan zijn ze uit school, komen ze weer dus naar de kamer, om het zo te zeggen. Mm-hmm. En dan gaan ze voeding halen. En dan moeten ze ook weer rusten en in de middaguren. Kunnen ze ook wel sporten en dan zijn ze 6:00 weer op kamer en dan kijken ze uit naar de volgende dag. Ja. Betekent dat er geen televisie is? Een mooie vraag. Ze hebben in hun recreatieruimte een televisie, okay. Maar het is niet vanzelfsprekend dat deze kinderen naar de televisie kijken zoals de kinderen dat thuis doen. Yes. Ze kijken wel naar de televisie in de pauze of in de middag, dat mag. Ja. Maar niet dat ze tot laat 's avonds lekker op de bank naar de televisie zullen en mogen kijken. Okay. Nee, dat mag niet. Daar zijn er regels. Mm-hmm. Ze worden dus discipline bijgebracht. Dat mm-hmm. zijn natuurlijk de gevolgen van wanneer je in de fout bent gegaan en wanneer je ongehoorzaam bent ja. geweest. Ja, ja. Jeugdige, jongeren kan je ook zeggen, die hebben ook soms gezondheidsproblemen. Mm-hmm. Hebben ze intern ook een arts of een verpleegster die ja. kan inkomen? Ja. Let wel, ik wil meegeven. Mm-hmm. Ze zijn in het gevang, maar ze worden ook wel zoveel als mogelijk menswaardig behandeld. Ja. Toch? En als jeugdige, ik zeg maar bij een potje voetbal, kan de een een ongeluk krijgen of zijn teen schoppen tegen een steen aan of zo. Ja. Dan hebben ze inderdaad, is er een arts. Die gaat natuurlijk kijken, ze geven hun naam op en die gaat kijken hoe ernstig het is. Maar mocht het zijn dat zo'n jeugdige verwezen moet worden, gebeurt dat ook. Mm-hmm. En dan gaat de maatschappelijk werker zorgen ervoor dat zo'n dochterskaart, ik zeg maar als ze SZRC verzekert, mm-hmm. Dan komt, de inrichting bereikt en wordt dat kind verwezen en de penitentiaire ambtenaren vervoeren dat kind dan naar de arts of de specialist en dan worden ze behandeld. Okay. Even toe te voegen op wat mevrouw Volker zei met betrekking tot arts. Ik gaf al aan dat het directoraat Forensische Zorg ook een psycholoog in dienst heeft. Mm-hmm. Als zo'n jeugdige, meestal vanuit de zitting, wordt het opgelegd dat ze psychologische begeleiding moeten krijgen. Ja. Dat is dan de psycholoog van de afdeling forensische psychologie die dan de begeleiding doet. Maar als zij ook constateert dat zo'n jeugdige bijvoorbeeld psychiatrisch begeleid moet worden, mm-hmm. dan doet zij ook de verwijzing naar de psychiater buiten de inrichting. Dan zorgt de inrichting dat zo'n jeugdige wordt vervoerd naar een PCS, waar ja. psychiaters zijn, zodat ze toch die begeleiding krijgen. Okay. Dus die ja. begeleiding is wel optimaal? Is wel ja. optimaal. Okay. We zijn zo zoetjes aangekomen aan het einde van deze aflevering van Opinie. Tot slot mag je nog kort een boodschap geven aan de samenleving. Samenleving. Aan de ouders wil ik zeggen dat ze zoveel als mogelijk proberen hun kind te volgen. Om te voorkomen dat het kind belandt in het gevang. Als de kinderen eenmaal daar zijn, dan pas komt het besef. Ja. Toch? En ja, het is jammer, want het hoeft, vaak genoeg hoeft het niet. Mm-hmm.
lastig. Maar ja, we begrijpen ouders ook. Je hebt ouders die misschien dubbele banen hebben. Maar goed, aan de hand van hun situatie kunnen ze kijken hoe daarin een oplossing te brengen. En aan kinderen zeg ik, onderschat je jeugdjaren niet. Het zijn de mooiste jaren van je leven. En pak het op en maak er het beste van voor een succesvolle leven of toekomst. Mevrouw Van Halen. Ik zou willen meegeven dat ik ouders wil stimuleren om te kijken naar de talenten van hun kinderen. Richt je vooral op de talenten van je kinderen, omdat dat vaak genoeg maakt dat ze worden binnen de samenleving wat ze willen worden. Mm-hmm. Natuurlijk moet je ze ondersteunen daarin, want niet alles is voor ieder gelegd. Want het moment dat een kind is aangehouden, opa Dolly, zit je al met een strafblad. Mm-hmm. En bepaalde kinderen komen echt wel voor kleine dingen naar binnen. Maar het moment dat je bij aangehouden hebt een strafblad en misschien heeft zo'n kind echt bepaalde talenten waarbij je zegt van nee, deze komt heel ver. Mm-hmm. Dus ouders, let erop. Richt je vooral daarop en stimuleer dat kind zodat ze niet daar komen. Want het moment dat je een strafblad hebt, als je kijkt naar de samenleving, je komt bij bepaalde zaken die je wil doen of beroepen die je wil uitoefenen. Heb je een strafblad, dan kom je daar niet binnen. En heb je zoiets dat zo'n kind dan terugvalt. Dus ouders, stimuleer ze, ondersteun ze. Ik zeg ook, controle is geen daadvijandschap, maar praat met het kind erover. Ja. Geef ook aan waarom wel en waarom het niet te doen, zodat jullie tot een compromis komen. Want zo alleen komen we verder met onze jeugd. Dus dat wil ik ze meegeven. Dank u wel voor uw komst naar de studio. En ik hoop dat we vaker over JKB mogen horen, maar dan als voorlichting. Dank u wel. In deze aflevering van Opinie hebben de dames van de Justitiële Kinderbescherming een uitgebreide uiteenzetting gegeven van het begeleidingsproces van jeugdige delinquenten. Aan ouders de oproep om gehoor te geven aan de talenten van hun jeugdigen. En aan jongeren, zorg ervoor dat je uit handen blijft van de justitie en politie. Dat was het weer voor deze aflevering van Opinie. Dat is het voor deze aflevering van Opinie. De herhaling hebben we op de woensdag en de vrijdagavond telkens om 8 uur op kanaal 8.3 GOV TV. Ik bedank u voor uw aandacht. Goedenavond. Opinie.